Hey, hallo! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is nu 6 uur. Het is nu maandag 4 februari. En zoals jullie weten, dus begin ik altijd op maandag een nieuwe weekvlog. Dus vandaar. Leuk dat jullie kijken. Als jullie deze weekvlog al was leuk vinden, dan was jullie even... Alvast eventjes jullie duimpjes omhoog. En al die dingetjes. Maar vandaag was het dus maandag. En ik ben vandaag niet naar school gegaan. Omdat ik me vanochtend echt niet lekker voelde. Deze kant van mijn hoofd zit helemaal dicht. En ik heb heel erg last van buikpijn en van mijn keel. Dus ik ben vandaag niet naar school gegaan. Ik voel me nu wel weer beter dan ik me vanochtend en vanmiddag voelde. Dus ik ga morgen wel gewoon weer naar school. Maar ik ben vandaag wel best productief bezig geweest. Want ik heb namelijk heel mijn kamer opgeruimd. Kijk. Tada. En dan kunnen jullie zeggen, ja maar je hebt het vorige week ook opgeruimd. Iedere week komt er vast weer een nieuwe troep. Maar zoals jullie kunnen zien, heb ik dus hier mijn kleedje weggehaald. En ik zal eerlijk vertellen, waarom heb ik mijn kleedje daar weggehaald? Ik irriteerde me er echt dood aan. Iedere keer kwamen daar dingetjes van make-up op. Of dat soort dingen. Dus nu heb ik hem hier op mijn bureau gelegd. En dat vind ik er best leuk uitzien. Met zo'n sterrenlichtje en een plantje en zo. En daar gewoon nog steeds hetzelfde. En ik heb heel mijn bed weer opgemaakt. Ik heb weer een nieuwe witte deken gepakt. Dus weer een nieuw bijleg. Dekentje. En ik heb ook heel mijn bed verschoond en weer opgemaakt. Dus dat heb ik vandaag gedaan. En ik heb ook ik heb niet naar huiswerk gekeken. Ik ga je niet voor de gek houden. Ik heb niet naar huiswerk gekeken. Maar ik heb wel dat gedaan. Dus dat is wel heel goed. En wat ik eigenlijk gewoon vooral nog een beetje ga doen vanavond is mijn tas inpakken. Ik moet echt mijn haar wassen, want het is echt vet gewoon. En ja, gewoon kleren uitzoeken en zo vanmorgen. Oh, ja, wat ik ook heb weggehaald is hier mijn Polaroid camera. Want ik vond het veel te druk. Daar zeg maar dat staan ding waar sieraden aan hangen. En daar die rendiertjes heb ik ook weggehaald. Omdat ik mijn muren echt veel te druk vond. En ik werd er een beetje geïrriteerd van. En nu vind ik het gewoon rustiger. En ik heb nu ook hier mijn make-up tas staan. En niet meer, zeg maar, eerst op dat kleedje daar. En ik vind het echt chill dat het kleedje hier weg is. En ik vind het ook leuk staan op mijn bureau, dus vandaar. Nou, jongens. Ik heb eigenlijk niet meer zoveel gedaan. Ik heb mijn haar gewassen. En ik heb het dus nu dan ook gesteld. Ik had eigenlijk gelijk na het eten gewassen. En nu ga ik mijn bed klaarmaken om te gaan slapen. De extra deken liggen daar. Want ik ga dus zo slapen. Ik heb dus ook al mijn kleren vanmorgen uitgezocht. Die liggen daar. Mijn sieraden liggen hier. Ik weet niet. Altijd als ik mijn kamer zeg maar heb opgeruimd, dan voel ik me ineens zo georganiseerd. Of zo geordend bedoel ik. Dus dat vind ik wel leuk. En het lijkt, kijk. Ik heb dus iets gedaan met mijn wimpers. Wat dus blijkbaar heel goed is of zo. Iets van olie. Waardoor ze dus nu zo lang zijn. En ik heb geen eens mascara op. Maar goed, mijn wallen zijn wel echt erg. Kijk, dus dat kan echt niet. Maar ik ga dus zo slapen. Ik heb mijn tas en zo vanmorgen al ingepakt. Ik had gelukkig geen huiswerk. Dus daar ben ik wel blij mee. Wacht, kun je me eens zien? Oh ja. Nee, maar ik ben er wel blij mee. Ik heb geen huiswerk. Dus dat is dan weer een voordeel. Maar ik ga morgen dus weer naar school. En ja, ik weet niet. Ik heb wel zin eigenlijk om naar school te gaan. En ik weet niet. Ik heb er echt zin in of zo. Misschien komt omdat ik heel mijn kamer heb opgeruimd. En mijn gezicht en zo goed heb gereinigd. En mijn haar fris is gewassen, weet je. Dan voel je al meteen zo. Ik weet niet. Dus ik heb er echt zin in. En dat heb ik niet zo heel vaak in school. Dus dat is een goed teken. En jongens, ik ben aan het twijfelen of ik mijn haar zou laten verven.
Oké, ik weet dat heel veel mensen het niet leuk gaan vinden. Maar kijk, ik zat te denken. Als ik het nou gewoon ietsjes donkerder laat verven. Het lijkt me gewoon vet. Ik vind het nu ook mooi. En zo, weet je, de kleur en zo. Maar ik vind het zo... Ik weet niet, ik vind het misschien een beetje te... blond. Ik weet niet. Of ik wil juist nog ietsjes blonder gaan. Of zo, dat blonde plukjes gaan laten zetten. Of ik wil het echt gewoon donker. En ik vind wel echt dat mijn haar echt zo snel aan het groeien is. Het is echt goed en snel aan het groeien. Want het is zo lang vergeleken dat het was een half jaar geleden. Toen ik het had laten knippen. Maar ik ga nu dus eventjes... Oh, ik doe het by the way nu gel in mijn haar. En dan ga je denken, hè, waarom doe je dat? Dat is alleen zeg maar zodat de bovenkantjes niet gaan pleizen. En dat doe ik, dan ga ik daarmee slapen en dan is het morgen zeg maar goed. Nee, maar ik ga dus nu eigenlijk gewoon nog mijn tanden poetsen en mijn lens uitdoen. Make-up had ik er al afgehaald. En dan ga ik slapen. Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag en het is nu bijna 7:50. Het is vandaag 5 februari. Ik moet zo naar school. Of ga zo naar school, wat zeg ik? Ik moet me zo gaan klaarmaken. Ik dacht vandaag, ik sta eerder op. Maar dat is niet heel goed gelukt. Maar ik ga me nu douchen. En aankleden en zo. En dan zie ik jullie dadelijk nog. Nou, oké. Dit ziet er waarschijnlijk heel raar uit. Maar dit is vandaag de look voor vandaag. Ik ga niet helemaal make-up op doen. Want ik had geen zin in concealer en zo. Dus ik heb gewoon mijn wenkbrauwen en mascara op en een beetje highlighter. Maar voor de rest eigenlijk niks. Maar ik zie er heel rood uit in het licht. Dus ja. Weet je, ik had er niet echt zin in of zo. Als jullie willen weten wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit topje aan van straatstijl. Met deze flare van Frankie & Liberty en mijn laarsjes. Zijn volgens mij ook van de straatstijl, maar dat weet ik niet zeker. Ik ga nu eventjes ontbijten, want het is nu pas 24 over. Ik ben pas weg over 20 minuten, dus ik ga eventjes wat eten en dan zie ik jullie weer na school. Hallo allemaal, ik ben net terug van school. Het is nu, ja net, ik denk net 10 minuutjes thuis of zo. Het is nu bijna 4 uur. En toen ik thuis was gekomen, toen heb ik eigenlijk... Oh, nu zien jullie mij niet meer, wacht. Toen ik thuis was gekomen, heb ik eigenlijk meteen mijn jas en zo, alles uitgedaan, naar boven gegaan. Deo opgedaan en dit shirt eventjes aangedaan. Omdat ik had het echt heel warm. Maar vandaag had ik dus geen make-up op. En ik vond het best chill eigenlijk. Of ja, ik had alleen mascara dan op. En ik vond het best chill. Maar ik weet niet, ik voel me toch... iets zelfverzekerder of zo als ik concealer dat je op school heb, aan heb. Bedoel ik niet dat ik het moet of zo. Ik vind het zo ook prima, maar ik vind het zeg maar gewoon iets fijner als ik mijn normale make-up op heb. Maar ik vond dit ook prima. Want ja, weet je, het is niet alsof je echt super, super, super veel verschil ziet. Maar ik ben gewoon, ik weet niet, ik zie er iets moeier uit of zo. Nou ja. Ik ga vandaag, ik ga dadelijk rond 6 uur ga ik weer dansen. Dan zal ik misschien kijken of ik misschien nog iets anders wil gaan doen in plaats van modern. Maar dat weet ik nog niet. Het is nu donderdag 7 februari. En ik ben eventjes aan het nadenken of ik gisteren heb gefilmd of niet. Ik weet het namelijk niet zeker. Maar volgens mij wel. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb vandaag niet gefilmd. Dat weet ik wel. Want vandaag had ik echt een drukke dag. Ik had interviews. Ik ben naar Roermond geweest.
voor mijn nagels. Want ik heb mijn nagels weer laten doen. Kijk. Ze zijn weer naturel. Omdat ik binnenkort hoe. Ik heb binnenkort iets superleuks. Maar daarvoor moeten mijn nagels wel naturel zijn. En dus nu. Half negen. Het is nu 8:30. En dus mijn status eigenlijk een beetje niet echt heel speciaal ofzo. Ik ga morgen niet meer echt iets speciaals doen. Gewoon naar school. Maar ik zal morgen vroeg wel voor jullie filmen. Ik ga nu gewoon nog eventjes Netflix kijken en zo. En ga ik slapen. Dus slaap lekker en ik zie jullie morgen weer. Hou heel veel van jullie. Ik ben thuis. Ik weet niet of ik vanochtend heb gevlogd. Het is vandaag vrijdag, 8 februari. En ik ben thuis. Het is 3:30. Je hoort de muziek op de achtergrond staan. Ik ben home alone. Ik heb nu nog dit aan. Maar ik ga heel snel andere kleren aan doen. Ik denk echt dat het voorbij was. Hier is wat kijken we. K3 en het heksenexamen. Hier zijn Ian en ik geweest vroeger. Ah. Hey, leuk dat jullie kijken allemaal. Nog steeds. Het is nu zondag. Ik heb gisteren niet veel gevlogd. Omdat ik niet veel te doen had. Ik had gewoon eigenlijk helemaal niks te doen. Je bent weggegaan. In de avond, ja. Maar dat was heb je wel gevlogd. Het was bij iemand anders. En ja, dat ga ik natuurlijk niet filmen. Ik ga dadelijk 2 video's opnemen. Die staan. Wat zijn dat allemaal? Nee, staan zondag. Zondag online. Die staan zondag online. Eén van die video's staat zondag online. Dus als jullie die alvast willen kijken, doe dat zeker. Maar die ga ik dus nu opnemen. Super leuk. Ik heb net ook wat gedaan met nagels. Was ook heel leuk. maar ik ga dus nu die 2 video's opnemen.